Op zondag 7 december 2008 werd door Judo Yoshi uit Nieuw-Vennep het eerste top-judo-toernooi Haarlemmermeer georganiseerd. In Sportplaza de Estafette in Nieuw-Vennep streden meer dan 550 judoka's uit heel Nederland fanatiek en sportief om een prijs. Er werd gestreden in 6 leeftijdsklassen op maar liefst 7 judomatten. Het toernooi werd geopend door Theo Weterings, burgemeester van gemeente Haarlemmermeer. Judo is een hele mooie sport om ook op een goede manier met elkaar te leren omgaan, goed de regels te kennen, je aan de regels houden en dan verder een hele sportieve dag beleven. Ik wens jullie daarvoor mee heel veel plezier. Ik verklaar veel graag dit internationale top judo toernooi van Haarlemmermeer voor geopend. Dank u wel. Het niveau van de deelnemers en scheidsrechters was hoog. Zowel in de topklasse, waarin volwassen judoka's deelnamen, als in de klasse tot 17 jaar, stonden nationale kampioenen op de mat. Het scheidsrechterskorps bestond uit scheidsrechters met internationale ervaring. Het top-judo-toernooi Haarlemmermeer zag dit jaar voor het eerst het daglicht. Het toernooi is de natuurlijke opvolging van het kleinere jaarlijkse ABN AMRO-judo-toernooi. Dit toernooi organiseerde Judo Yoshi uit Nieuw-Vennep al een aantal jaren in haar eigen sportzaal. Hier bevinden zich 2 judomatten. Maar gezien het groeiend aantal deelnemers barstte dit toernooi uit haar voegen. Vandaar dat de stap gezet is naar de estafette. De estafette heeft onder andere een mooie moderne sporthal die uitstekend geschikt is voor het top-judo-toernooi. De prijsuitreiking werd gedaan door Marvin de la Cruz, tweede van de wereld tot 20 jaar. Met het groots opgezette topevenement hebben ook toernooidirecteur Johan Vermeer en de ongeveer 100 vrijwilligers een topprestatie neergezet. Na het geslaagde toernooi van dit jaar blijven zij echter zeer ambitieus. Doel is om het toernooi volgend jaar te laten groeien naar 700 judoka's. Hierbij is het ook de bedoeling buitenlandse judoscholen naar Haarlemmermeer te halen, zodat het topjudotoernooi uitgroeit tot een internationaal toernooi.